In deze video ga ik eindelijk aan de slag met ESP Home. ESP, ESP chips, ESP 32 of oudere ESP 8166 zijn chipjes die zitten in bijna alle devices, maar dan heb je kant-en-klare software. Als ik met ESP Home aan de slag ga, dan kan ik het helemaal zelf maken. Eigen projectje, zelf doen, IoT deviceje maken, superleuk, lekker nerdy. Maar het is ook gewoon veel goedkoper dan de kant-en-klare oplossing. Typische sensor kost 20, 30 euro. ESP-chipje kost 4, 5 euro. Sensortje erbij, tientje, misschien 15 euro, ben je klaar. Daarnaast heb je veel meer mogelijkheden. Want je hebt heel veel sensoren in elektronica, maar ze zijn niet allemaal te koop als IoT-device voor Home Assistant of zoiets dergelijks. Terwijl met een ESP Home kun je dat wel maken. Je kunt ook veel meer afstellen. Je kunt timeouts instellen, frequenties ophogen, etc. Nou, in eerdere video's heb ik al laten zien hoe je met Tasmota zelf je software op een ESP-chip flasht. Dat werkt heel cool. Kon je de huidige Tuya-software eraf halen. Dat is waar ik het meestal voor gebruikte. Maar Tasmota is wel een stukje ingewikkelder. Bij ESP Home heb jij eigenlijk een veel betere community. Je hebt veel meer voorbeelden. Dus ik vind het gewoon ook veel makkelijker. En het integreert beter met Home Assistant. Nou, laten we gewoon beginnen. Let's go! In deze video ga ik laten zien hoe je met een D1 Mini van een 8166, hoe je daarmee kan flashen met relais, met bewegingssensoren en met een temperatuursensor. En ik ga ook met een ESP32 werken. Dus twee varianten, de ene is sneller als de andere, de ene is wat makkelijker out of the box. En ik ga stap voor stap laten zien hoe we dat gaan doen. Als eerste gaan we ESP Home installeren. Ik heb zelf een Docker installatie, dus moet ik er een aparte container voor in de lucht gooien. Heb je een standaard Home Assistant installatie, dan kun je hem gewoon als add-on installeren. Stuk makkelijker, maar ik ben flexibeler. Ha! Dus, we gaan als eerste, ik heb hier een voorbeeldpagina waar staat welke YAML-code ik moet gebruiken voor Docker Compose. Dus ik ga inloggen op mijn server en ik ga als eerste een directory aanmaken waar ESP Home geïnstalleerd moet worden. Ik heb alles geïnstalleerd in de opt directory, dus ik ga naar /opt en maak daar een directory aan ESP Home. Vervolgens ga ik naar mijn editor, daar gebruik ik Visual Code voor, die heb ik mooi geïntegreerd. Ik kopieer deze YAML code en onderaan de pagina plak ik deze erin en ik kan mooi aan de slag. Let op, je moet twee dingen doen. Ten eerste moet je de services en version code weghalen, want die heb je natuurlijk al. En vervolgens moet je de directory goed leggen naar waar je hem hebt geïnstalleerd. In mijn geval dus naar de /op toe. Dan moet je nog goed controleren of je netwerk goed staat. Want je Home Assistant en ESP Home moeten elkaar kunnen vinden. In mijn geval zitten allebei in het hostnetwerk. Dan ga ik nog mijn terminal terug. Doe ik docker compose-dup of andersom. En hij gaat de ontbrekende containers installeren. Je ziet dat die ESP Home aan het downloaden is en aan het creëren is. En klaar is die. Als het goed is, kun je nu, als je naar je IP-adres van je server gaat met het poortnummer, kun je ESP Home vinden. Klaar. Dus dat is de installatie. Om te beginnen wil ik laten zien hoe je met een D1 Mini van Wemos kan gaan werken. Er zijn heel veel varianten van tegenwoordig. Hoe je daar een relais mee kan schakelen, omdat ik een heel mooie shield heb die daarmee kan werken. Wat je dan doet is dat shield erop prikken en dan moet je even controleren of je de goede pin op de goede plek hebt zitten. Zo. Vervolgens zet je hem op power. Door er een USB, in dit geval USB-C, op te zetten. En als je de USB-C hebt aangesloten, heeft hij dus power en zou je Windows moeten kunnen vinden. Nu willen we natuurlijk een device gaan toevoegen. De makkelijkste manier om een device toe te voegen is door te gaan naar New Device. Dan zegt hij dat je een HTTPS connection nodig hebt. Dat is niet zo makkelijk te installeren, dus wat je ook kan doen is gewoon naar ESP Home Web gaan. Nou, die open je, connect. Dan zie ik hier mijn ESP device, connect. Dan zeg ik hier prepare for the first use, install. Zo, hij heeft de ESP software erop gezet, ESP Home op de ESP. Dan gaat hij connectie maken, dan zegt hij connect to wifi. En dan moet je hier je credentials invoeren. Connect. Dus nu gaat hij een lege configuratie opzetten, maar wel met een voorgeconfigureerde wifi connectie. Hij zal de ESP device gaan booten met jouw wifi. En vervolgens zal hij er een
webconfiguratie aan toevoegen waardoor je er gelijk bij kan. Als je nu teruggaat naar je dashboard, dan zie je dat hij een nieuw device heeft discovered. Dan zeg ik adopt en dan trekt hij hem dus binnen in jouw configuratie lokaal. Dus ik zeg adopt, adopting, installen hem weer. En dan gaat hij die aangepaste configuratie op je ESP device flashen. Hij is klaar. Dan zeg ik stop. Dan heeft hij hem, dan is hij online. Kan ik hier via de visit kan ik er gewoon weer bij. Dus dit is de makkelijkste manier om zonder aanpassingen je ESP via je computer te uploaden. De volgende keer dat jij een wijziging wil maken, dan ga je dus het beste niet via deze install, maar ga je via update all de configuratie erop zetten. Let op, zowel de ESP32 als de D1, die hebben drivers in Windows waarvan het kan zijn dat hij ze niet goed herkent. Ik heb eerder voor mijn video voor WLED heb ik al mijn driver voor de 32 opnieuw moeten installeren. En ook voor de D1 Mini heb ik eerst de driver moeten updaten. Nou, eigenlijk heb ik hem moeten downgraden, omdat de versie die Windows gebruikte niet lekker werkte met deze configuratie. Nou moet ik zeggen dat de D1 waar ik mee aan het testen was, kapot bleek te zijn. Dus het kan zijn dat die driver bij jou geen issue is. Dus ik zou eerst proberen hem toe te voegen en dan pas te kijken of je die driver moet doen. Maar ondertussen, zo zet je die driver opnieuw op Windows. Download je de CH340 driver, die heeft die D1 Mini nodig. Je ziet hier dat ik de Windows instellingen voor drivers aan het veranderen ben, omdat standaard Windows altijd de nieuwste driver wil installeren en dat wil ik eigenlijk niet. Tenminste, het schijnt dat het niet gaat werken. Ik weet niet 100% zeker of dit nodig is, maar ik heb het toch maar even gedaan. Vervolgens ga ik naar de Device Manager en in de Device Manager ga ik zoeken naar de USB-poort waar die aan hangt. Ik ga naar Properties, Driver en dan ga ik daar een update van de driver doen, want hij heeft 3.8 en hij moet 3.5 hebben. Ik browse naar de files in die zip-file, dus die zip-file moet je uitpakken. En vervolgens zeg ik dat ik mijn eigen disk heb. En ik browse naar die directory en dan zie je dus dat ik in mijn download folder de .inf file heb en dat is de driver, die selecteer ik en vervolgens ga ik die installeren en close. Als je nu teruggaat naar je driver of terugkomt, dan zie je dus dat je nu een 3.5 nog iets hebt geïnstalleerd en dat is de correcte driver. Zoals gezegd, die D1 Mini van mij was kapot, dus ik weet niet zeker of dit nodig is voor jullie. Maar ja, als het nodig is, dan weet je in ieder geval nu hoe het moet. Als je die driver dus hebt geïnstalleerd, dan ga je dus naar ESP Home. En dan zeg je New Device. Dan wil je me een naam geven. Dan zeg ik D1 Relais. Next. Dan wil die hem connecteren. Dat kan je handmatig doen, maar dat hoeft helemaal niet. Dus ik zeg Connect. Dan zie je hier welke poort hij hem heeft gevonden. In dit geval heb ik er maar één aan zitten. Dus de USB Serial COM 8. Connect. Dan maakt hij een configuratie aan. Hij zet ESP Home erop. Maar je hebt een kale configuratie. Nou heeft hij hem geïnstalleerd. Dan gaat hij hem aanmelden op wifi. Eerder heb ik bij het installeren heb ik die wifi credentials al ingevoerd. Nu vindt hij devices over mijn wifi heen en niet meer over de USB-kabel. Ik laat hem er wel in zitten, anders heb ik geen stroom. Zo, hij is online. Hij doet alleen nog niks. Je hebt hier een edit en een los knop. En wil je zien wat dat ding nou doet, dan moet je iets toevoegen. Dan ga je namelijk een edit doen van de configuratie. En dan ga je ervoor zorgen dat hij zijn eigen UI heeft. Dat doe je door de webserver aan te zetten. Op de poort 80. Save. Ctrl-S. Kruisje. En dan ga je hier bij de puntjes kan je zeggen validate. En dan ga je controleren of die goed is. Dus in dit geval zegt hij valid. Dan zeg ik install. Dan zeg ik wederom plugin to this computer. Selecteer ik dat ding. Connect. En hij gaat nu de configuratie er weer opblazen. Nou, hij gaat hem eerst compilen en dan gaat hij hem weer op die ESP zetten. Je ziet dat hij al een stuk verder is dan dat hij laat blijken. Want nu staat er een visit knop bij. En dat komt dus omdat hij die webserver erop heeft gezet. Zo, hij staat erop. Close. Als ik nu naar visit ga, dan kan ik dus naar de webserver van dit ESP device. Dus ik klik erop. En je moet weten dat ik best wel vaak, want het is toch open source. Kijk, dan krijg ik een this site cannot be reached. Waarschijnlijk doe ik iets verkeerd, maar wat ik heb geleerd is wat ik beter kan doen,
is hier een update all doen. Dan zie ik ook beter wat er gebeurt. En als hij dat doet, dan gaat hij dus ook die configuratie erop zetten. Maar daarna is hij op de een of andere manier beter zichtbaar. Nou, je ziet hier dat hij die configuratie uploadt. Hij zegt succes. Ik zeg close, visit. En bam. Ik heb hier mijn eerste webpagina. Die draait op dat ESP-device. Alleen je hebt er nog niks aan, want er zit niks in. Nou, ik wil dus met een relais gaan werken. Dus wat ik doe, is ik ga hier de configuratie editen. En wat ik dan moet doen, is een switch aanmaken. En het switch moet een platform hebben. In dit geval wil ik hem via GPIO aansturen. En deze, dat hij de code al oppopt, is echt super fijn. Nou, ik zeg pin GPIO 5. Dan geef ik hem nog een naam. En die heeft Home Assistant ook nodig. Relais. En dan kan ik hem eventueel nog inverten. Maar dat doe ik niet. Nou, dat is hem. Dus ik ga weer hier naar validate. Validate is goed. Close. Dan zeg ik update all. Yes. En dan gaat hij de ESP-code opnieuw compileren met die configuratie erin. En die gaat hij dan, als hij klaar is met compileren, op het device weer zetten. Succes. Nou, close. En als ik nu opnieuw naar mijn pagina ga en ik doe een reload, dan zie je dat hij hier nu een relais heeft met een state of en hier heb ik acties. Die acties, die kan ik dus op klikken en kijken wat er gebeurt. Kinky. Nou, werk ik dus met Home Assistant, zoals jullie waarschijnlijk weten als je vaak hiernaar kijkt. En in Home Assistant wil ik hem nu ook hebben. Nou, ik ga naar Home Assistant en ta-da-da-da, dan zie ik hier dat hij een device heeft discovered. Ik doe configure, submit en dan wil hij een encryptie key. Die encryptie key kan ik halen van het dashboard. Dan ga ik hier weer naar de puntjes, show API key, dan klik ik daarop, dan heeft hij hem gekopieerd. En in Home Assistant plak ik dan die code weer. Submit. Dus een soort van autorisatie tussen die twee platformen. En nu zie je hier dus dat ik ESP Home heb met één device. Ga ik naar de device, dan zie ik hier met één control, namelijk het relais en... Bam! Daar werkt hij. Dus, zo krijgen we het aan de slag met een D1 Mini met een relais. Vet, dacht ik zo. Haal ik hem eraf. Gooi ik hem aan mijn gewone power. En dan ga ik nou verder met een gewone, complete ESP32. Waarom? Omdat ik hier een breadboard voor heb. En dat breadboard, daar kan ik van alles op aansluiten. Ik controleer wederom of alle pootjes aan de goede kant zitten. Ik druk hem erop en ik kan hem gaan gebruiken. Nou wil ik als eerste daar ook relais mee aansturen. Dan heb ik hier een relaisbordje. En dat relaisbordje heeft hier een aantal pinnen. En op die pinnen staat een ground, een 5 volt en... allemaal signaalpootjes om te schakelen. Wat ik ga doen is, ik heb van die Dupont stekkers. Daarmee ga ik dus een koppeling maken tussen mijn ESP en mijn relaisbordje. Ik begin met de power erop te zetten. Die zet ik op paars en ik zet de ground op wit. Wat ik dan vervolgens doe is, ik pak het draadschema erbij van dat bordje. Ik zorg dat die op dezelfde manier staat. Nou, dat is dus andersom. Oké, zo dan. En dan zie ik dat hij rechtsboven een ground heeft. Dan prik ik die daar dus in. Dan zoek ik een 5 volt en die zit helemaal aan de andere kant. Daar. Nou, dat vind ik niet zo handig, dus ik ga die ground hier ook zoeken. Die zit 5 hoger. En vervolgens heb ik nog één signaal. Die zet ik hier op het eerste relais. En die ga ik hier zetten op pin 32. Dan zet ik de volgende relais zet ik op pin 23. Dan zet ik de volgende op pin 22. Die zit daar namelijk onder. Dan zet ik er nog eentje op pin 21. En op 19. En die zet ik dus hier op de volgende relais. Zo, dus ik heb nu alle pinnen aangesloten. Op hier 4 signaalpinnen. En dan heb ik hier ground en 5 volt.
Zo, nou is die dus klaar om te starten. Dan zet ik er nu USB power op. En je ziet het lampje al flashen. En wat ik nu ga doen is, ik ga nu die ESP natuurlijk toevoegen. Dus ik zeg new device, naam ESP32 test, next, connect. En dan zie je hier dat hij een CP2102 heeft. Dat is een andere driver die hij heeft gevonden, omdat dit een andere chip is. Connect. Ik weet eigenlijk niet of dit sneller gaat. Dat zou het eigenlijk wel moeten zijn, want dit is een snellere chip. Ja, dat zie je volgens mij ook. En klaar. Nou, ik ga dus de configuratie weer editen. Als eerste zet ik weer die webserver aan. Dus ik zeg switch platform GPIO pin GPIO 23 name relay 1. Klaar. Dat doe ik vervolgens 4 keer, want ik heb 4 relais. En dan zeg ik 22, 21 en 19. Ik save hem. En vervolgens zeg ik update all. En die update all zal hij ook die D1 gaan doen. Nou, als je er niet aan zit, dan slaat hij die over. In dit geval gaat hij die toch nog bijwerken. Eigenlijk upload hij hem alleen gewoon opnieuw. Nu gaat hij door naar de ESP32. Gaat hij voor het eerst dit compilen. Ik heb trouwens vergeten om te valideren. Dat is niet zo handig. Ik hoop dat ik het goed heb gedaan. Anders zegt hij dat trouwens ook wel hoor. Check. Je ziet alle lampjes van het relais aanstaan. Close. Ik ga hier naar de pagina toe. En dan zie ik hier dat hij alle 4 de relais heeft. En als ik erop klik. Een foutje snel gemaakt. Ik had de ground niet goed zitten. Nou, dan is die echt floating. Dan weet hij echt niet wat hij moet doen. Grappig genoeg deed het letje het nog wel. Opnieuw. Tada! Dus nu heb ik dus zelf helemaal de wiring gemaakt naar die relaisjes toe. Ga ik weer naar Home Assistant. Heb ik hier een notificatie. Check it out. En dan heeft hij hier het ESP-relais gevonden. Configure. Submit. Ik ga weer hier naartoe. Puntjes. Show API key. Copy. En in Home Assistant plak ik die key er weer in. Nu heb ik dus 2 devices. ESP test. En dan zie je hier dat ik hier dus die 4 relais heb. Dan wil ik een stapje verder gaan. Ik wil nu namelijk een motion sensor erin gaan hangen. Dus ik heb hier een PIR sensor. Die PIR sensor heeft 3 aansluitingen. Nou heb ik even niet genoeg Dupont kabeltjes, dus ik ga hier een aantal relais eruit trekken. Wat ik wil gaan doen is nu de PIR sensor erop doen. Een plus, een signaal en een min. Dan ga ik die min ergens zoeken op ground. Dus dat is deze. Bam. Vervolgens heb ik 5 volt nodig, maar daar zit maar 1 5 volt punt op. Dus wat ik doe is, ik zet hem hier onder. En die ga ik zetten op GPIO 15. Ik ga terug naar mijn configuratie. En om dit toe te voegen, gaan we een binary sensor toevoegen. Van het platform GPIO op pin GPIO 15. Name bewegingssensor. Heb ik een device class motion. En dat zou voldoende moeten zijn. Dus ik save hem weer. Ik zeg validate. Close. Update all. Bam. Nou, ik ga weer naar de pagina toe en ik zie hier een motion sensor met een state off. Ik beweeg met mijn hand erlangs en hij heeft on. Nou zie ik dat hij heel snel weer uitgaat. 1, 2, 3, 4, 5,
Dus ongeveer 5 seconden blijft hij aan. Nou, dat vind ik niet lang genoeg. Daar kunnen we weer iets aan doen. Namelijk, als ik hier in de config ga, kan ik hier bij dat ding een filter toevoegen. Dan moet ik weer met een streepje werken en dan zeg ik een delay off. Zet hij een extra vertraging bij de voordat hij hem weer op uitzet. Nou, het was 5, dan zet ik er 5 seconden bovenop. Anders duurt deze video misschien wel lang. Update. Nee. Validate. Close. Update. Yes. Oké. Gaan we weer naar de pagina. Refresh. Hij staat op state on. Hij staat op off. Dan ga ik weer bewegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En zo heb je dus extra vertraging ingebouwd. Dat kan gewoon rechtstreeks in de sensor. Hoef je niet in Home Assistant allerlei gekke dingen te doen. Nou zie je trouwens dat die relais standaard aanstaat. Dat is ook niet wat ik wil. En dat komt omdat ik bij de relais een inverted kan toevoegen. En als ik dat doe, zal die dus standaard zal die hem uitzetten. Als ik in Home Assistant nu ga kijken en ik zou hier refreshen, dan zie je dat hij gelijk een bewegingssensor erbij heeft gekregen. Dus dat gaat vanzelf. Dat is echt super cool. Dus al die entiteiten, al die sensors die ik toevoeg en die relais, etc., worden gelijk hier toegevoegd. Nu ga ik eerst even de configuratie terugzetten, want anders duurt het allemaal zo lang. Dus ik zet hier zet ik hem op 1 seconde, dus dan is het totaal iets van 5, 6. En wat ik nou wil laten zien is dat je zelfs in de ESP logica kan inbouwen. Hoe je dat doet is je kan hier zeggen on press then en dan zeg ik een switch turn on en dan wil ik relay 1 switchen. Maar ja, wat is relay 1? Nou, die moet ik nog identificeren. Dat doe ik door hier bij het relay een ID relay 1 te zetten. Als ik dan zeg on release, dat is een beetje raar, hè, want het is geen schakelaar, het is een sensor, maar toch werkt dat hetzelfde. Dan zeg ik switch turn off en dan zegt hij al relay 1 en that's it. Dus op het moment dat er beweging is, schakelt hij. Als er geen beweging meer is, zet hij hem uit. Nou, gaan we eens even kijken. Als het goed is, gaat nu de relay uit, omdat ik heb gezegd dat hij inverted is. Als ik nu heeft hij beweging gevonden, dus hij werkt al. En als ik nu hier in die pagina ga kijken, hij staat op on, dus schakelt hij het relais. Als ik niet beweeg, gaat hij weer uit. Aan. Vet, hè? Kan gewoon in ESP. By the way, dit kan ook in Tasmota, maar ik vind het in ESP echt een stuk makkelijker om te doen. En nu dan de reden waarom ik dat ESP Home spel ben begonnen. Ik heb hier een sensor, een temperatuursensor voor onder water. En die wil ik gebruiken voor in mijn hot tub. Ik wil meten hoe warm mijn hot tub is, zodat ik aan het stoken ben. En ik zie dat het water heet wordt, dat ik op tijd een trigger krijg. Als ik binnen ben bijvoorbeeld van, hij wordt te warm, stop met stoken. Dus ik heb deze sensor, volgens mij kost die 1,5 euro, misschien 2. En die sensor die kan dat dus allemaal voor mij doen, middels die ESP. Ik zet die 5 volt erop. En by the way, ja, eigenlijk zou ik natuurlijk de power eraf moeten halen. Dan heb ik hier de ground. En pin 13 zit ernaast en daar wil ik hem op hebben, want dat is lekker makkelijk. Zo, pin 13. Om deze sensor erin te zetten, ga ik even een code erin plakken, omdat ik die niet uit mijn hoofd ken. Zo. Dan zie je dus dat we een sensor hebben van het platform Dallas Temperature. Dallas is een apart protocol. Die heb ik hier ingesteld op een bepaald update interval, 10 seconden. Dat ga ik later op een aantal minuten zetten. Ik heb een naam weer en dan heb ik een accuracy en filters erop staan. Nou, dit ding heeft dus geen GPIO poort. Waarom? Omdat die Dallas Temp werkt met een one-wire protocol. Zo noemen ze dat binnen de ESP Home Community. Ik weet ook niet precies hoe het werkt, waarom moet ik zeggen. Het enige wat je doet is die one wire. Dan zeg je, hij zit op GPIO 13. En die GPIO 13, die vindt hij dus omdat hij weet dat die Dallas Temp via one wire werkt. Dus elke 10 seconden gaat hij hem opzetten. Dan wil ik hier
1 decimale wil ik hem hebben. En hij heeft hier een offset van 1. Dat wil ik niet. Maar dat had ik even voor de test erin zitten. Dus in principe is dit de code. Dan ga ik hem nu erop zetten. Succes. Dus ik ga nu kijken naar die pagina. En dan zie ik hier een 22,9 temperatuur. Nou denk ik dat ik eerder een offset negatief erop moet zetten. Want het lijkt me wel stug dat het hier zo warm is. Nou ga ik even naar Home Assistant. En dan zie ik hier ook nog een pool temperature. En daar, kijk, die heeft ook 22,9. Als ik nu deze temperatuurmeter hier in het koude water hang, dan zou die elke 2 seconden dat moeten updaten. Kijk, hij heeft nu 21,3. Waarschijnlijk zal die nog wel wat kouder worden. Ja, 20,1. Dus hij heeft even tijd nodig zodat hij de temperatuur goed kan meten. Op een gegeven moment zal die wel wat stabieler worden. En dan heb ik hier ook nog warm water. Tada! 35,8. Ik denk dat ook die nog wel omhoog gaat schieten. Want mijn water is toch wel warmer als dat. 42 graden. En waarschijnlijk schiet die nog een beetje naar boven. 44. Etc. Als ik nu in Home Assistant ga kijken, zul je zien dat ik hier een temperatuur heb. En zou ik, als het goed is, een grafiek moeten gaan zien. Zo, hij heeft nu de temperatuur ingelezen. Dus je ziet hier pool temperature, zoals ik hem heb genoemd. 23,8 graden. Als ik vervolgens nu in mijn dashboard een nieuwe sectie toevoeg en ik zeg daar een sensor. En de sensor is pool temperature van de ESP32 test. Save. Dan zie je hier dat hij dus die waardes aan het binnenhalen is. Nou, hiervoor had hij niet zoveel. Nu heeft hij dus wel waardes. Dat komt langzaam binnengedruppeld. En zo kan ik dus mijn pool in de gaten houden. Bam! Conclusie, ESP Home is echt wel heel vet. Vooral als je lekker wil nerden en zelf dingen wil doen. Want dan kun je zelf die devices die je normaal moet kopen, zelf maken, kastje eromheen, 3D printertje. Helemaal gaaf. Heb je zelf een sensor gemaakt of zelf een relais of whatever. Een andere reden om ESP Home te gebruiken is omdat sommige sensoren niet zo goed te vinden zijn. Waarom ben ik nou die pool sensor gaan doen? Omdat de pool sensor kon ik wel kopen. Ten eerste was dat 40 of 50 euro. Maar dat was dan weer via een of ander wireless protocol. Dan moest ik weer een kastje tussen zetten. Dan had ik weer geen bereik in de tuin. En ik heb wel wifi in de tuin. Dus dat was voor mij veel makkelijker. Daarnaast heb ik nu een sensor voor volgens mij 8 euro in totaal. Zelfs met kastje en al. Terwijl anders dus 40 euro. Dus dat is heel relaxed. Je moet wel beseffen, ESP Home is niet 100% stabiel. Je zag al dat hij op een gegeven moment die pagina niet laadde. Sommige ESP's, dus die eerste D1 Mini die ik gebruikte, die deed het gewoon helemaal niet. Waarschijnlijk was dat een namaker of een kapot of zo. Maar ja, 3 euro AliExpress, fuck it. Misschien is het voor jou niet zo makkelijk. Ik heb al vaker gecodeerd en dingen geflashed, dus dan is het wel te doen. Laat in de commentaar weten of je hier ook mee aan de slag kan gaan. Of hoe je ermee, of je er iets mee hebt gedaan al. Of het je is gelukt. En welke sensoren en welke devices jij aan het gebruiken bent. Want dat vind ik ook tof om te weten. En heb je nog andere opmerkingen, zet ze ook graag in de comments. Ben je nog niet subscribed, subscribe dan. Belletje aan. Smash er een like op als deze video heeft geholpen. Of gewoon om mij te helpen. Kijk een van deze video's of in deze videolijst verder naar andere leuke uitdagingen met home automation. En zoals altijd zie ik je heel graag terug. Laters!